Nathan Anjou, dit is even staan op. Goed, er is wel geen voetbal, maar op de analyselijn van Johan Cruijff is volgens mij altijd wel iets... altijd wat te doen, hè? Er kan altijd geanalyseerd worden natuurlijk, wat dan ook. Als je weet wat je moet doen, kan je altijd de analyselijn bellen. Zo is het natuurlijk ook. Dus dat gaan we nu even doen, om te kijken of Johan nog wat heeft voor vandaag. Welkom bij de analyselijn van Johan Cruijff. Ja. Omdat er geen voetbal is, heb ik het menu wat aangepast. Ja. Voor een analyse van de kabinetsformatie, ja. Toets 1. Voor 2, toets 2. Voor 3, toets 3. Wat is dat nou voor? Om terug te keren naar het hoofdmenu, ja. Toets 9. Nou, ik doe wel even de kabinetsformatie 1. We hebben ook niet meer mogelijk. Ja, als je gaat kijken naar de kabinetsformatie, daar vallen er dus 2 dingen op. Ja. Aan de ene kant, in prijs over punt 1, was de uitslag van de verkiezingen dus heel moeilijk. En aan de andere kant, in prijs over punt 2, ja. Zijn de partijen dus zo verdeeld dus dat er dus geen goede en makkelijke coalitie mogelijk is. Nee, precies. Kijk, je kunt de VVD en de PVV dus bij elkaar zitten. Ja. Die hebben dan 55 zetels. Nou, dan heb je er dus 21 tekort. Ja. Als je die dus aanvult met CDA, nou, dan heb je er precies 76. Ja. En wie maar net een voorsprong is. Ja. Nou, heb je dus met een aanvallende ingestelde oppositie te maken. Ja. En dan kun je dus in de problemen komen, want dan mis je dus het veldoverwicht. Ja. Nou, je kunt dan de CDA dus wisselen voor de PvdA. Maar, dan is er dus 9 meer. Ja. Dan wordt de oppositie dus zwakker, ja. En de coalitie dus sterker. Ja. Maar omdat die 9 zetels dus meer problemen opleveren met de PVV, dus je dus moeten schuiven met GroenLinks. Daar ben ik gek op buitenspelers. Maar GroenLinks, dat levert weinig voorzet op. En verse visie natuurlijk, helemaal een lijkt me logisch. Nou, maar, GroenLinks speelt dus liever terug op de SP, waar je dus niet vooruit komt. Nee. Nou, je kent dus de 10 zetels van GroenLinks, dus gaan wisselen voor de 10 zetels van D66. Maar dat schiet dus in principe dus zeteltechnisch niet op. Wacht even. Behalve dus als D66. Dus breed wil spelen met de VVD. Een vrije rol van de ChristenUnie in het centrum. Ja. Nou, vanuitgaande dus dat de SGP met 2 zetels in een controlerende rol op het middenveld speelt. Wacht even. En de Partij van de Dieren niet in een vrije uitloopverdediging speelt. Vrije uitloopverdediging. Dan kun je dus 31 plus 30 plus 24 plus 21 plus 15 plus 2 keer 10. Ja. Plus 5 plus 2, dus op 148 zetels komen van de 150. Wacht even. En waarmee je dus met deze tactiek gewoon geen tegenstander meer hebt. En dus in principe is het allemaal niet zo moeilijk, maar dat lijkt me logisch. Ben je Mark Rutte? Toets 1. Ben je Mark Rutte? Ben je iemand anders? Toets 2. Oh, dat doet weer van Mark Rutte in, dat is wel even leuk. Ja, 1. Shit, je bent Mark Rutte. Dus moet ik het dus nog een keer gaan uitleggen. Nou, ik heb meer voor geen tijd voor je. Johan. Bel me maandag even. Wat anders dan voetbal, hè? Ja, goedemorgen.